kinderen wachten al 2 weken. Dit gebeurde in China. Staal hebben om kanonnen en wapens te maken. Alle mensen, ook de jongens en de meisjes van jouw leeftijd, moeten daarom alles wat ze vinden van blik en ijzer wekelijks verzamelen per week. De napringende machine. Ze moeten het pleffen en klein maken totdat hun armpjes er moe van zijn. Zo moeten zij op hun manier meehelpen om wapens te maken. En jij kan op jouw manier ook meehelpen, niet om wapens te maken, maar om vreugde te brengen. En laat me nu met rust. Want dit hier, dat lijkt mij niet gemakkelijk.